Hallo, welkom bij de Halleluja Effect van Minerva. Kijk hier. Hoe prachtig is dit? Ik ben vandaag weer voor het eerst gaan fietsen. Het is prachtig. Het is gewoon geweldig. Ik heb 6 maanden geleden voor het laatst gefietst. Voor mij wetende. En het was gewoon weer goed. Dus ik heb gefietst. Ik heb gewandeld. En het is goed gegaan. En ja, helemaal geweldig. Kijk hier een vliegtuig. Ik weet niet of jullie hem zien. Nee, ik denk dat het net te ver is. In ieder geval. Als je mij volgt, dan zie je dat dit de 200ste video is. En op mijn 200ste video vertel ik altijd iets over mezelf. Meer over mezelf. Maar vandaag wil ik over iemand anders vertellen. Iemand in het zonnetje zetten. En dat is Sasha Maduro. En zij gaat binnenkort naar Aruba, Curaçao en Bonaire. En zij bemoedigt vrouwen om uit hun comfortzone te gaan. En ze bemoedigt je om je greatness te laten zien. De geweldigheid die in jou is te laten zien. Ik volg Sasha al een paar maanden, al een jaar eigenlijk, meer dan een jaar. En ik mocht haar een paar keer ontmoeten, live. En vorig weekend was ik bij haar, kijk hier de foto. En we waren bij de Bright Lynn horlogewinkel, geweldig. En ja, het was gewoon geweldig. En ik bemoedig je om naar haar site te gaan. Ik ga de link hieronder zetten. En ik moedig je ook om wat te geven. Want als je geeft, dan kan zij nog meer vrouwen bereiken. En nog meer doen voor de vrouwen. En volgend jaar gaat ze weer naar Aruba, Bonaire, Curaçao. Dan kan ze meer doen. Ja, dus Sasha, volg haar. Ga naar haar website en geef. Die wil ik vandaag in het zonnetje zetten. Want ze is een geweldige vrouw met een geweldige verhaal. En ze doet het gewoon. Zij is gewoon een doener. En ze heeft het al gedaan en ze blijft het doen. Dus vandaar dat ik haar in het zonnetje heb gezet. En deze mooie foto van haar met jou deelt. Ja? Oké, weet. Ik hou van je. Maar God houdt nog veel meer van je. See you later. Bye bye.